Beter. Hallo, Bernadette Hilhorst. Doe je voor het eerst mee aan de kunstatelier ook? Nee, ik heb 2 jaar terug ook meegedaan. Alleen toen had ik de winkel nog niet. Ik heb nu een winkel samen met een vriendin, Mirjam Pater. En 2 jaar terug deed ik ook al mee, maar toen had ik thuis nog mijn atelier. Toen deed ik de tassen thuis. Ik wou net zeggen, toen was het alleen tassen. Ja, denk ik. Dus ik maak ook de tassen en Mia maakt de kleding. Dus we hebben er nu ook eigen ontworpen en gemaakte kleding in de winkel. Dat maken we ook in de winkel, dus het is ook een atelier eigenlijk. En we hebben er ook dan nog andere kleding bij. Ja. En je was aanvankelijk grimeur. Hoe kwam je er nou bij om tassen te gaan maken? Nog steeds eigenlijk. Nog steeds? Ja. Dat was eigenlijk een hobby. Dat deed ik ook al wel echt naast elkaar. Want ik doe de tassen ook al jaren eigenlijk. En Mirjam is kostuumontwerper, ook in theaterwereld. En op een gegeven moment, in de theaterwereld veranderde er een hoop, omdat de subsidies veel minder werden. Dus wij hadden echt zoiets van, we moeten eens gaan verzinnen van wat kunnen we... Onze kinderen worden wat groter en we hebben meer tijd. En we houden heel erg van kleding. Zoeken en maken. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan om de winkel te gaan beginnen. En maken jullie de kleding zelf? Ja, dat doet Mirjam dan. Dus. Echt achter de naaimachine? Ja. Zelf zit de naai. Die staat ook verderop. We hebben een tafel met 2 naaimachines. Ik ben de tassen aan het maken en mee aan de kleding. En volgen jullie de internationale modewereld? Ja, zeker wel. Laten we inspireren. Ja, zeker wel. Ja. Jullie gaan wel eens samen naar Parijs? Nee, wel. Trouwens, vorig jaar zijn we in Parijs geweest. Echt waar? Ja, zeker. Ja. Hartstikke goed. En van welk materiaal doen jullie het? Mijn tassen maak ik eigenlijk van leer, maar dan restlappen, afvallappen zeg maar. Dat komt dan van schoenfabrieken of daar hebben ze stukken over waar ze niets mee kunnen en die koop ik dan weer in. En soms ook wel van gebruikte kleding, een leren jas of zo die ik dan weer verander of dat soort dingen. En Mia maakt de kleding van verschillend materiaal, maar ook bijvoorbeeld we hebben nu voor de winter weer de wollen jassen en die zijn dan van dekens gemaakt. En wat moet ik daarbij voorstellen? Dan blijft de deken wat hij was of gaan jullie hem verven? Nee, we hebben niet verven. Deze kwam bijvoorbeeld uit het leger. Ja. En, het zijn legerdekens. Het zijn legerdekens. Soldatenjas. En Mirjam dan een jas vastgemaakt. En die hebben dan ook leuk, verschillende kleuren. Er zijn ook mensen die komen met hun eigen dekens. En vragen ze, kan ik daar een jas van laten maken? En dat doe je dan? Dus dat vinden we dan hartstikke leuk. En er komt ook wel eens iets op ons pad. Dat mensen met materiaal aankomen. Van, kunnen jullie daar wat mee? En dan gaan we erover nadenken. En dan ontstaat er weer wat. En ik zie ook nu kinderjasjes. Ja, ook kinderjasjes. Dat is voor het eerst dit jaar. Ja, dan ook weer stukjes... Over, daar heb je over. Willen we dan weer proberen zoveel mogelijk weer te gebruiken. Lekker als het 27 graden is. Dan heb je nog eens een lekker warm jasje. Nou, kijken. Heel origineel dat je met je eigen deken kunt komen en je kunt met de jas naar huis van je deken. Ja, dat kan. En met de tas is het net zo. Als mensen een idee hebben... Dan ga ik er met ze over praten en dan maak ik een tas op maat, zeg maar. Hartstikke leuk. Ja. Bedankt voor je gesprek. Heel graag gedaan. En veel succes. Dank u wel. Tot ziens. Help. Ja, wat grappig wat je er ook weer ontdekt, hè? Want ik was hier echt nog nooit. Ik wist niet eens dat dit mooie laantje er was. Nee, hoe bestaat het, hè? Dan woon je al zo lang in Baren. Ja, maar als je er niks te zoeken hebt, dan namelijk zo'n kunstroute zo leuk. Ja, en wat dacht je van de kerststallenroute? Ja. Dan mag je ineens in tuinen komen waar je anders natuurlijk op een afstand langskomt. Dat vind ik het mooiste huizen kijken. Ja. De kerststallen, dat weten we wel. Hier staan... Het werk. Oh, mooi. Hallo. Hallo. Goh, wat zit u hier? Geweldig. Ja, leuk, enig, hè? Dat is zo onverwacht. Nee, helemaal niet. Drukke straat en opeens boem. En dan, geweldig. Hier. En dan die mooie laantje hiernaast. Ja. Daar kom je ook nooit. Ja. En dat hier een atelier zat, dat heb ik nooit geweten. Nee. In dit laantje. Nee. U ook niet misschien? Nee, ik woon hier. Dat begrijp natuurlijk. Ik, maar van tevoren niet. Nee, misschien op zoek naar een huis en denken, hé... Hey. Nee, ik woon hier 20 jaar, ik beeldhouw nu 15 jaar. Dus ik was toen, schilderen doe ik, doe alles. Ik vind bijna alles leuk, dat is heel lastig. Ja, moet je kiezen. Moet je kiezen, want het wordt toch wel heel druk in dat hoofd. Ja. Ja.
Ja, maar ik... Maar ik heb die garage, ik heb daar een hobbyruimte, daarbinnen. Dus ik bof. Ja, ja. En ik kan, buiten hak ik, ja. Want dat kan je echt niet binnen doen. Nee. Dat is zoveel rommel. En poetsen en scheuren moet je ook buiten doen. Ja, precies. Ja. Dus je hebt een geweldige zomer gehad nu. Ja, fantastisch. Fantastisch, ja. Vandaar die grote productie. Of niet? Ja. Ik vind hakken heerlijk. Ja. Schuren niet hoor. Nee, want dan krijg je altijd slot misschien. Ja, dat duurt te lang. Ik ben te ongeveer. Duurt te lang. Ja. Neem ja. er iemand voor in dienst. Die komt schuren. Ja. Nou, als ze er nou een heleboel verkopen vandaag, dan neem ik iemand in dienst om te schuren. Een schuurder in dienst. Ja. 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 Wat... Je schreef iets van de steen, die vertelde je al wat je ervan moest maken. Ik koop een steen en dan zie ik al wat erin zit. En dat komt eruit, net zoals die engel daar. Ja. Dat was een grote steen die daar lag. En het was ook kerst hoor. Ja, daar werd je geïnspireerd. Dan kom je een beetje in het spier. Toen dacht ik, die is al klaar. Ja. Weet je, zo. Ja. Net die vis ook. Ik bedoel, die zie ik dan liggen, die steen. En dan denk je, vis. En dan binnen de kortst mogelijke keren hak zit ik dat vis eruit. Ja, ja. Maar ja, dan komt het vele werk. Ja, natuurlijk. Dan komt dat schuren. Ja. Ja. Ik vind hakken heerlijk. Ja. Maar ik las ook begonnen in Griekenland, 15 jaar geleden. Ja. En een opleiding daar ook gevolgd. Nee, een vakantie eigenlijk, maar 14 dagen gehakt. Wel 14 dagen les gehad, in marmer. 14 dagen les en dan dit doen? En dan zeker 8 uur per dag gehakt. Ik heb nog steeds les, want dat vind ik lekker. Ik bedoel, mensen bekritiseren je, er wordt besproken, je ziet anderen wat maken. Ja. Dat is het leuke. Maar en dat blijf ik ook eeuwig doen hoor. Maar je maakt niet alleen dingen op les. Je doet het thuis. Ook, dus... maar op les ook. Op les ook. Ja, maar ik denk altijd mensen op les wat maken, is het vaak de hand van de juf, hè? Zal ik maar zeggen. Dat kan. Als je een goede juf hebt, niet. De meeste die ik heb, komt er niet aan. Komt er niet aan. Kijk, dat is mooi. Dit zat erin, dit. Oh, kijk dit. Nou toch eens. Ja, dit zit er dan in. Ja. En dan begin ik zo en dan bedoelt iedereen, en dan, het maakt me niks uit. Ja. Ik zie wel. En je kantje, dan denk je, wat nu? Dan ben ik op die ding, maak er hier nog een. Kan mij het schelen, weet je wel, nog een. En dan zit die leraar, Henri, wat ben je aan het doen? Ik zeg, weet ik veel. Draai maar op. En dan komt er nog een. En nog eentje. Ja, en nog eentje. Maar je bent zelf vaak verrast, merk ik aan je. Ik vind het leuk. Je weet niet wat je ziet, wat eruit komt. Een kunstenaar is 48 uur per etmaal bezig, zeggen ze wel eens. Als daar wat gaat groeien, dan kan ik beter niet gaan slapen, maar weer naar beneden en dat gaan doen. Ja. Anders wordt het steeds leuker. Ja. Ja, je moet zo'n hoofd hebben. Ja. Anders kan je die gekke dingen toch niet maken. Ja, joh. Je moet het ook wel kunnen. Je moet ook de handvaardigheid hebben. Je moet een gevoel voor, je moet het zien, maar ook nog kunnen. En daar zat een hoofd, daar zit een hand en een voet op. Hebben jullie dat gezien? Ja, die heb ik gezien. Dat is de eerste die ik zag. Ja. Hoofd met handen en voeten. Ja, je moet er eigenlijk bij zeggen, we praten met handen en voeten. Ja, ja. Ik wou eerst een heel net hoofd maken met een hoedje, maar dat ging niet. Het zou ook veel te truttig voor je zijn. Ja, dat was het ook. Ja. Je hebt het gelijk door. Ja, ik heb het door. De meeste zeggen, Harry, hoedje, kom op heen. Kom op, nee, wel nee. Hij zegt, ik zie er al thee in. Dus goed. Hartstikke goed. Veel succes en bedankt voor het gesprek. Ja, dit klopt. Leuk. Dat is geïnspireerd op het carnaval in Venetië. Ik zie het. Ben ik met mijn zusje geweest. Toen hadden we dit pak gemaakt. En daarna heb ik die schilderijen gemaakt. Je hebt ook zelf echt meegedaan aan het carnaval met een masker op. En heb je de foto's. We kunnen het bijna gek. Kijk eens even, wat een pracht. Hebben jullie de kostuums ook zelf gemaakt? Ja. Maar hier heb je dus van je zusje en jou het schilderij. Ja, dat is van mij. En als je dit ziet, kijk, dit is ook allemaal van mezelf. Dat is die pruik die daar op de kast staat en die hoed. En dat befje daar op die pop, dat witte ding. Oh ja, ongelooflijk. Dus je kunt schilderen en naaien en ontwerpen en alles gewoon. Ik heb ook gemaakt van 2 oude bruidsjurken. Met die kraag van gemaakt. Dat was de sleep. Zo. En die maskers dan? Die maak je ook allemaal? Nee, alleen beschilderen. Zo. God, dus je kan zo meedoen in Venetië. Nou, dat half dat Europa hebben ze gedaan. Doet dat. Echt waar? Ja, die komen overal vandaan met bussen en pakken en kostuums. Die kostuums ook bijvoorbeeld. Die heb ik een foto van gemaakt. Ja. En dan kom je in de palazzo's. En dan kom je, hoofdzakelijk op het San Marcoplein. Daar flaneert iedereen. Dat is echt heel mooi. Gewoon, ben je daar zo bij gekomen?
Ja, hoe kwam dat nou toch ook alweer? Ja. Ik had iets gezien op YouTube en toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen dacht ik, wie krijg ik nou zo gek om mee te gaan? En toen was mijn zusje die... Tuurlijk, die is net, komt hetzelfde nest. Dus nou die ja, is ook, die had een theateropleiding, dus die kon ook goed naaien. Dus toen hebben we dat pak gemaakt en een beetje zo dat het in de koffer kon. En weet je wat mij ook zo verbaast? Dat je hier dus een fijn schilder bent, hè? Als ik dat zo mag zeggen. En dat je hier met een paletmes aan, dus veel grover... Ja. Ook werk maakt. Hé, hey, maar als ik het goed begrijp, is dit ook eigenlijk nog je ouderlijk huis? Ja. Dit was vroeger misschien ooit wel je slaapkamer? Nee, mijn moeder heeft daar gewoond. Gebivakkeerd. Ja, mijn vader kwam met zijn ouders hier in 1937. De boekhandel van Ree, hè? En kan jij hier nou van leven? Het is een rare vraag. Nee, kan nooit, hè? Dit is een combinatie met geweest altijd. Mm-hmm. Met een betaalde baan en dan verder... Ja. Dit is je passie? Nou ja, het is een heerlijke hobby. Het is hartstikke leuk. Ik heb ook wel op de kunstacademie gezeten. Maar... Ja, daarom. Het is meer dan een hobby. Ja, dat is leuk zo. Het is een beetje liefhebber. Het is een kunstuiting. Het is ook heerlijk om te doen. Zo. Ja.